Vervolg van het audioboek van Wie heeft God gemaakt, op zoek naar een allesverklarende theorie, geschreven door Edgar Andrews. Elk hoofdstuk begint met een korte samenvatting van dat hoofdstuk en met een verklarende woordenlijst waarin enkele moeilijke woorden worden uitgelegd die misschien niet voor elke lezer duidelijk zijn. Daarna begint het eigenlijke hoofdstuk. Hoofdstuk 13, waarin we de ontwikkeling van de jellypot volgen. in een poging om te begrijpen hoe het eerste levende organisme. misschien spontaan is ontstaan door een toevallige interactie tussen chemicaliën. En dan is er een voetnoot. over de jellypot. Jelly is gelei. en pot een schil of omhulsel. De jellypot is dan een soort gelei. Met een celwand eromheen. Einde voetnoot. We volgen het werk van Craig Venter, die kunstmatig DNA bouwt met louter verfijnde chemie en hoge intelligentie, en niet door de ingrediënten gewoon in de degenmixer te gooien. We introduceren de handschoenensoep en ontdekken waarom ongerichte chemie nimmer. Biopolymeermoleculen kan maken die echt werken. Laat staan de complexe moleculaire machines die zelfs in de eenvoudigste levende cel aanwezig zijn. We onderzoeken het naturalistische idee dat deze structuren spontaan kunnen ontstaan door een soort zelforganisatie, maar concluderen dat dat uiterst onwaarschijnlijk is en niet wetenschappelijk. Als we tenslotte de God-hypothese onderzoeken, vinden we uiteindelijk een organiserend principe, het verstand van God, dat meer dan toereikend is om te verklaren hoe het leven begon. Nieuwe woorden: jellypot. Dit is mijn koorsnaapje voor wat John Haldane het minimale organisme noemt, de eenvoudigste levensvorm die kan bestaan. Panspermie. Het idee dat het leven niet op de aarde zelf is ontstaan, maar vanuit de ruimte op de aarde is gezaaid. De gerichte panspermie beweert dat intelligente wezens hiervoor verantwoordelijk waren. Leven in een deegmixer: Een eerlijk mens, gewapend met alle kennis die nu beschikbaar is, kan slechts concluderen dat het ontstaan van het leven op dit moment in zekere zin een wonder lijkt te zijn. Zo talrijk zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het op gang te krijgen. Al dus Francis Crick, Nobelprijswinnaar en medeontdekker van de dubbele helix, in De oorsprong van het leven op aarde, 1981. Eerst was hij een jellypot, klaar om te beginnen. Toen was hij een kikkervisje met zijn staart naar binnen. Daarna was hij een aap in een boom op een tak. En nu is hij een wetenschapper met een dokterstitel op zak. Anoniem. In dit hoofdstuk volgen we de jellypot. Dat is mijn koosnaapje. Voor het minimale organisme van Heldeen, het eenvoudigste wezen dat levend genoemd kan worden, en dat we aan het begin van hoofdstuk 12 kort besproken hebben. Ik wil niet oneerbiedig zijn, maar Jellypod is nu eenmaal beter te onthouden dan minimaal organisme. In hoofdstuk 12, waar we gewezen hebben op de enorme complexiteit van zelfs de meest eenvoudige levensvorm die we kennen, Lieten we de jellypot even voor wat hij was, en proberen we het wezen van het materiële leven te ontdekken. Dat bleek georganiseerde informatie te zijn, iets wat bovendien niet opgeslagen, overgebracht of aan het werk gezet kan worden zonder gebruik te maken van communicatie of taal. Dat is precies wat we op grond van de bijbelse godhypothese zouden verwachten, aangezien de Bijbel zowel het ontstaan als het in stand houden van de materiële wereld, toeschrijft aan het gesproken woord van God, een metafoor die het dubbele idee van bevel en communicatie omhelst. Het is dus geen verrassing dat de moleculaire fundamenten van het leven zijn volgepropt met informatie en alle tekenen vertonen van een geavanceerde taal. Maar nu geven we de jellypot een kans en mogen de atheïsten ook hun zegje doen, want ze beweren, de atheïsten, niet de jellypars dat niet alleen het ontstaan van moleculaire informatie en taal een zuiver materieel toeval was, maar ook het hele jellypodboeltje. Wetenschappelijk auteur Paul Davies zegt, citaat: de wetenschap heeft als uitgangspunt de veronderstelling dat het leven niet door een god of een bovennatuurlijk wezen is gemaakt. Het gebeurde zonder hulp, spontaan, als een natuurlijk proces. Einde citaat. Laten we eens kijken of deze zeer twijfelachtige stelling hout snijdt. Bacteriën bakken. We zagen al dat onze jellypot veel weg moet hebben gehad van een kleine, maar zeer geavanceerde fabriek. Nu gaan we de innerlijke werkingen van dit fabriekje eens wat dichterbij bekijken om erachter te komen hoe hij per toeval, of eventueel niet per toeval, ontstaan zou kunnen zijn. Hoe zouden we kunnen bewijzen dat, door een voor de jellypots grote sprong voorwaarts, het eerste minimale organisme gewoon ontstond? Eigenlijk zouden we dat nooit kunnen maar misschien zijn we in staat het idee aannemelijk te maken. Eén manier om dat te doen is door zo'n entiteit in het laboratorium te maken met behulp van 1. louter ongerichte chemie en 2. de materialen die misschien aanwezig waren op een oude, levenloze aarde. Heldeen had een gelijksoortig project voor ogen toen hij zei Citaat als het minimale organisme niet alleen de code voor zijn één of meerdere eiwitten bevat, maar ook twintig typen oplosbaar RNA, één voor elk aminozuur, en het equivalent van het ribosomaal RNA, zouden onze nazaten zo'n organisme misschien kunnen maken? Einde citaat. Maar laten we niet vergeten hoe hij zijn betoog vervolgde. Citaat. Maar het idee dat zo'n organisme in het verleden gemaakt zou kunnen zijn, moeten we echt opgeven. Tenzij de maker een gelijksoortig, vooraf bestaand organisme was, of een handelend, natuurlijk of bovennatuurlijk wezen dat minstens zo intelligent was als wij, maar veel meer kennis had. Einde citaat. Maar wat de jellypas betreft, ontbreekt het de materialisten nu niet bepaald aan optimisme en het idee dat we volgens helden moeten opgeven wordt tot op de dag van vandaag nagejaagd waarbij kosten nog moeite gespaard worden een voorbeeld in januari 2008 publiceerde the times een artikel met de kop the life giving miracle of dr venter het levengevende wonder van dr venter het prees de Amerikaanse wetenschapper Craig Venter omdat hij met zijn team in het laboratorium op synthetische wijze een bacteriële DNA-reeks met meer dan 580.000 bazenparen had bereid. Het artikel beweerde onder andere dat de chemische wetenschap nu heeft afgerekend met het idee dat leven heel uniek is. Het artikel stelt: citaat, Dr. Venter is gewoon de zoveelste in een lange rij biochemici die de aanspraak van leven op uniciteit onderuit haalt. Tot 1828 geloofde men dat het leven, met zijn zogenaamde levenskrachten, de wetenschap niets verschuldigd is. Einde citaat. Het idee dat in het artikel gepropageerd wordt, is natuurlijk dat leven gewoon ingewikkelde chemie is en verder niets. Daarom zeggen ze dat het leven kon evolueren door een toevallig samenspel van gewone, niet levende, chemische stoffen. Maar er liggen verschillende fundamentele denkfouten ten grondslag aan deze reductionistische benadering van de oorsprong van het leven. In de eerste plaats maakt de chemische krachtdoel van Dr. Venter duidelijk dat om een bruikbare DNA-string te maken, zeer bekwame en intelligente chemici... Heel veel werk moeten verrichten. Niemand suggereert dat hij gewoon de benodigde chemische ingrediënten in een deegmixer heeft gedaan, deze heeft aangezet en toen op vakantie is gegaan. En dan betreft het hier alleen nog maar het kopiëren van een bestaand DNA-molecuul. Om zo'n eerste molecuul van de grond af op te bouwen, zou er oneindig veel meer intelligentie nodig zijn geweest. De stelling dat de degenmixer echt een levengevend wonder zal produceren, als je hem een miljard jaar laat draaien, voor je begint met het bakken van de cake, houdt het niet. Maar dat is precies wat de atheïst blijft volhouden, zoals Richard Dawkins lijkt te bevestigen in de volgende passage. Citaat: Stel dat we ervan willen uitgaan dat het leven is ontstaan. Doordat zowel DNA als de op eiwit gebaseerde kopieermachine spontaan en door toeval tot stand kwamen. We kunnen ons de luxe permitteren van een dergelijke extravagante theorie. Mits tenminste de kans dat dit op een planeet gebeurt niet kleiner is dan 1 op de 10 tot de macht 20. Einde citaat. En dan is er een voetnoot. 1 op de 10 tot de macht 20 is 1 op de 100 miljard miljard. Einde voetnoot. We kunnen nu beter begrijpen waarom Richard Dawkins wuivende standbeelden en ballistische koeien nodig heeft. Eerst zegt hij dat er een wiskundige waarschijnlijkheid is van niet nul dat alle chemische componenten die nodig zijn om een jellybord te bouwen samen zullen komen. In de juiste volgorde, op hetzelfde moment en op dezelfde plaats. Vervolgens gaat hij ervan uit dat als je dit proces maar tijd genoeg geeft, het uiteindelijk wel MOET gebeuren. Ten slotte verkort hij heel handig de tijd die voor dit proces nodig is, door het tegelijkertijd op een miljard planeten te laten plaatsvinden, waar er altijd wel eentje tussen zal zitten die geluk heeft. Maar hij is nog steeds verdwaald. In het Noordgedachtland van wiskundige waarschijnlijkheden. En met de chemische werkelijkheid houdt hij al helemaal geen rekening. Jellypot Blues De citaten van Heldeen in het vorige hoofdstuk en in dit hoofdstuk die van Francis Crick, ontdekken van de dubbele helix, bevestigen dat we uiterst sceptisch moeten staan jegens elk vooruitzicht of elke verwachting. Dat een jellypot van de grond af opgebouwd kan worden door toevallige chemische reacties. Ik noem die sombere prognose de Jellypot Blues. In september 1972 had ik het voorrecht om samen met drie andere speciale gasten te mogen spreken bij de officiële opening van het Michigan Molecular Institute. En dan is er een voetnoot: het is het Moleculair Instituut. In de Amerikaanse staat Michigan, einde voetnoor. De andere sprekers waren Nobelprijswinnaars Paul Flory en Melvin Kelvin, beide chemici, en medisch wetenschapper Dr. Donald J. Lyman. Melvin Kelvins lezing ging over het raadselachtige probleem van de oorsprong van het leven, namelijk over hoe aminozuren zich met elkaar konden verbinden en zo eiwitachtige moleculen konden vormen in een waterachtige prebiologische wereld. In feite kunnen ze dat niet omdat water zulke verbindingen altijd weer verbreekt. De enige manier om dat probleem op te lossen is door zeer gespecialiseerde katalyserende moleculen toe te voegen om de aminozuren met elkaar te verbinden ondanks de invloeden van het water. Dat gebeurt natuurlijk in de levende cel. Maar we hebben het hier over een tijd waarin er nog geen levende cellen waren. Melvin Calvin toonde aan hoe zulke prebiologische katalysatoren zouden kunnen hebben gewerkt. Maar hij was zich er terdege van bewust dat ze alleen konden helpen als ze ze toevallig op het juiste moment op de juiste plaatsen zouden zijn. Een zeer onwaarschijnlijk scenario. De Jellypot Blues beginnen dus. Wanneer we beseffen dat voor de spontane vorming van een jellypot echte chemie nodig is in een chemische oersoep of een gelijksoortige omgeving. Aminozuren zouden zich niet alleen met elkaar moeten verbinden om eiwitketens te vormen, maar de bouwstenen van het DNA, de nucleotiden, zouden zich op hetzelfde moment en op dezelfde plaats moeten samenvoegen tot polymeerketens. Ook weer in aanwezigheid van water. Maar water werkt ketenvorming tegen bij zowel eiwitten als nucleïnezuren, zodat zulke moleculen alleen van de grond af opgebouwd zouden kunnen worden als verschillende, zeer specifieke katalysatoren voor die gelegenheid toevallig in de buurt zijn. Kort gezegd, de toevallige vorming van eiwit en DNA. Vraagt om een zeer onwaarschijnlijke chemische interactie. Sommigen van hen die dit probleem erkenden, suggereerden dat de eerste biopolymeren gevormd werden in droge omstandigheden op minerale oppervlakten, maar dat idee heeft nooit wortel geschoten. Telkens wanneer biologen naar tekenen van buitenaars leven zoeken, willen ze eerst water zien, want het leven zoals wij het kennen. Kan niet zonder water bestaan. Maar zouden zulke mineralenoppervlakten de katalytische kracht kunnen leveren om de gevolgen van water te overwinnen, zodat er toch biopolymeren gebouwd kunnen worden? We weten dat bepaalde kristallijne mineralen, bijvoorbeeld zeolieten, katalytische activiteit vertonen in de vorming van polymeren, ketenvorming, kunnen vergemakkelijken. Maar ze werken alleen in zorgvuldig gecontroleerde omstandigheden. Sommige technische publicaties hebben deze weg naar de vorming van polymeren uit aminozuren en basen onderzocht. Zo zijn er computermodellen gebruikt om te voorspellen hoe aminozuren zich zouden kunnen gedragen in de microscopisch kleine poriën van zeolieten. En studies naar de adsorptie van basen op grafiet hebben aangetoond. Dat sommigen sterker geadsorbeerd worden dan anderen. Maar de relevantie van zulke resultaten, wat betreft de oorsprong van het leven, is zowel gering als speculatief. En tot op de dag van vandaag is er met zulke methoden nog nooit iets geproduceerd dat overeenkomsten vertoont met een eiwit- of een nucleïnezuurpolymeer. Ik ben meer dan 30 jaar adviseur geweest voor de Dow Chemical Company. En in die tijd heb ik vaak samengewerkt met chemici die op synthetische wijze nieuwe, lange polymeerkedens moesten maken. Iedereen die bekend is met zulke projecten weet dat succes afhankelijk is van het gebruik van sterk gezuiverd startmateriaal en speciale katalysatoren. Het is onmogelijk om van kleine moleculen lange polymeerkedens te maken als er zich onzuiverheden in het systeem bevinden omdat de onzuiverheden de chemische reactie vergiftigen en de katalysatoren vervuilen. Het is gewoon belachelijk om te stellen dat aminozuren of nucleotiden, zelfs als er genoeg aanwezig zijn, zich spontaan met elkaar kunnen verbinden door lange ketens in een chemische omgeving die een willekeurig assortiment aan chemicaliën bevat. Handschoenensoep. De Jellypot Blues worden erger wanneer je beseft dat elk aminozuur of elke nucleotide in verschillende vormen in de oersoep voorkomt. Die verschillende vormen noemen we isomeren. Wat is een isomeer? Het woord betekent zelfde eenheid. Het zijn moleculen die precies dezelfde atomen bevatten, maar anders gerangschikt. Stelt u zich een paar op maat gemaakte handschoenen voor. Elke handschoen heeft vier vingers en een duim, en verder zijn ze precies hetzelfde, op één ding na. Het zijn spiegelbeelden. De ene handschoen past aan de rechterhand en de andere aan de linker. Daar kun je niets aan veranderen. Ook de meeste aminozuren komen voor als linkshandige of rechtshandige isomeren en. Net als de handschoenen, kun je de ene niet in de andere veranderen, hoe je er ook aan draait of trekt. Elke willekeurige oersoep die je maakt, bevat ongeveer evenveel links- als rechtshandige isomeren. En als die zich op de een of andere wijze met elkaar zouden verbinden, zouden de twee vormen min of meer willekeurig langs de keten opduiken. Maar zo'n polymeer zou geen eiwitmolecuul zijn want eiwitten bestaan uitsluitend uit linkshandige isomeren. Hetzelfde geldt voor nucleïnezuren en andere belangrijke biopolymeren, zoals zetmeel en cellulose. Ze bestaan allemaal uit eenheden die allemaal links of rechtshandig zijn. Vergelijk het maar met een madeliefjesketting van identieke handschoenen waarbij de duim van de ene handschoen verbonden is met de pink van de volgende. Enzovoort. Een eiwit is als een keten die uit louter linkshandige handschoenen bestaat, terwijl een streng van nucleïnezuren op een keten van rechtshandige handschoenen lijkt. Elke keten die een mengsel van links en rechtshandige handschoenen is, kan geen biopolymeer zijn. En er kunnen geen uitzonderingen op deze regel bestaan, omdat de cruciale algemene vorm van het molecuul ervan afhangt. DNA zal bijvoorbeeld geen dubbele helix kunnen vormen als niet alle nucleotiden rechtshandig zijn. En eiwitten zouden zich niet kunnen opvouwen tot de vaste sleutelvormen tussen aanhalingstekens die nodig zijn als ze niet uitsluitend uit aminozuren van dezelfde hand tussen aanhalingstekens zouden bestaan. Vertaalproblemen. Maar stelt u zich voor: ik weet dat dit moeilijk is, maar probeer het toch maar. Dat Dawkins' chemische droom werkelijkheid wordt en dat een echt eiwitmolecuul en een echt nucleïnezuurmolecuul toevallig ontstaan, naast elkaar, op dezelfde plaats en op hetzelfde moment. Dan heeft hij nog steeds een groot probleem omdat de onafhankelijke vorming van eiwitten en DNA door een onwillekeurige chemische reactie zou hebben plaatsgevonden Kijk, geen schablonen zou de volgorde van aminozuren in de eiwitten en van de bazenparen in het DNA niet tot elkaar in verhouding staan. Er zou geen matchje zijn tussen de codons op het DNA, als die al aanwezig zijn, en de aminozuren waarvoor ze moeten coderen oftewel, het woordenboek tussen aanhalingstekens, dat nodig is om basenpaarreeksen te vertalen naar aminozuurreeksen is niet aanwezig. Stel dat twee mensen onafhankelijk van elkaar een nieuw soort taal zouden uitvinden door de letters van het alfabet te vervangen door kleuren. De ene taal zou rood kunnen gebruiken voor de A, geel voor de B, enzovoort. Je zou dan woorden en zinnen kunnen maken. Door balletjes in verschillende kleuren naast elkaar te leggen. De tweede persoon doet hetzelfde, maar is zich niet bewust van wat zijn tegenhanger doet en kiest heel andere kleuren. Blauw voor de A, groen voor de B enzovoort. Zo zou het ook zijn bij onafhankelijk gevormde eiwitten en nucleïnezuren. Tenzij iemand een woordenboek heeft dat ons vertelt welke kleur in de eerste taal. Correspondeert met welke kleur in de tweede taal, zou het voor de twee talen nooit mogelijk zijn om met elkaar te communiceren. Op gelijke wijze is het niet toereikend als je een bazenpaartaal en een aminozuurtaal hebt die onafhankelijk van elkaar gevormd werden. Je moet van de ene taal naar de andere kunnen vertalen. Anders kan het leven niet beginnen. Dan verdwijnt. Tussen aanhalingstekens, het bij het vertalen. Francis Crick's geloof dat het leven nooit op aarde had kunnen ontstaan was zo groot dat hij de theorie van gerichte panspermie voorstond. Het idee dat het leven op aarde gezaaid was door buitenaardse wezens met een superieure kosmische intelligentie. Maar om de een of andere reden niet door God. Crick. Was een atheïst. Maar na de ontdekking van katalytische activiteit in bepaalde RNA-moleculen, ribosiemen genaamd, kreeg hij wat meer vertrouwen in de hypothese dat een levensvorm gebaseerd op RNA in plaats van DNA en eiwitten op aarde zou kunnen zijn ontstaan. Het idee dat het leven begon in een mythische RNA-wereld is vrij populair omdat het een aantal van de problemen vermijdt die we hierboven hebben genoemd. Maar dan moet je verklaren hoe een RNA-wereld werd getransformeerd tot de DNA-eiwit-informationele wereld die we vandaag de dag kennen. Het probleem van de vertaling steekt opnieuw de kop op in een andere en even onoplosbare vorm. Informatie is geen chemie. En dat brengt ons weer terug bij informatie. De tweede denkfout in het artikel in The Times is de bewering dat leven niets meer dan chemie is. Dat is nog onzinniger dan het geloof dat het leven spontaan en toevallig is ontstaan. Het is waar dat de wetenschap de noodzaak van een mystieke levenskracht, die verklaart waarom het leven speciaal is, heeft weggenomen. Maar wat ze u niet vertellen is dat de wetenschap die levenskracht heeft vervangen door iets wat nog verbazingwekkender is: georganiseerde informatie. We hebben het er in het vorige hoofdstuk al over gehad, maar nu gaan we er wat dieper op in. U hebt misschien bij wijze van grap wel eens een boekcadeau gekregen met als vrijpostige titel: wat mannen van vrouwen begrijpen, of iets in die trant. Wanneer u het boek openslaat, Ontdekt u echter dat alle pagina's onbeschreven zijn. U hebt het medium, de papieren pagina's, in handen, maar het bevat geen boodschap. Zo zou het ook zijn met willekeurig gevormde DNA-moleculen, omdat er geen informatie in opgeslagen zou zijn. Elk van deze willekeurig gevormde DNA-moleculen zou een leeg medium zijn, net als de onbeschreven pagina's van het boek. Het is chemisch gezien heel goed mogelijk om bazenparen willekeurig met elkaar te verbinden en zo een pseudo-DNA-molecuul te maken. Maar zo'n molecuul zou biologische onzin zijn en niets kunnen bijdragen aan het biochemische levensproces. Tenzij je, net als Dr. Venter, nauwgezet het DNA van een bestaand organisme kopieert het is niet de chemie van het DNA die leven garandeert, maar de informatie die in het DNA ligt opgeslagen. Informatie die gecodeerd is door de zinvolle of bruikbare volgorde van bazenparen en die instructies geeft die de levende cel kan lezen, vertalen en gebruiken. Het leven bestaat dus niet uit moleculaire chemie, maar uit de informatie die is opgeslagen in de moleculaire chemie. En dat is heel iets anders. Dit hoofdstuk zou op verschillende manieren opgeslagen kunnen worden: als drukwerk, als binaire code op een harde schijf, als magnetische deeltjes op een geluidsband, als microscopische putjes op een CD, of zelfs als radiogolven die eindeloos rond de aarde cirkelen. De media waarop de woorden worden opgeslagen zijn nodig als dragers. Maar ze zijn niet de informatie die de boodschap vormt. Die media kunnen leeg zijn of gebruikt worden om een nietszeggend allegaatje van letters op te slaan. Anderzijds staat de betekenisvolle boodschap van dit boek neutraal tegenover, en is onafhankelijk van, het specifieke medium dat gebruikt wordt om haar op te slaan. Het leven is nog steeds net zo bijzonder als het was, omdat het niet. In de chemische media zit, maar in de informatie die is opgeslagen op de chemische media. Nu we hebben vastgesteld dat dit zo is, roept dat een intrigerende vraag op. Waar kwam die informatie vandaan? Zeker niet uit de natuurkunde of uit de chemie. Sommige wetenschappers suggereren dat biomoleculen in het begin al informatie bevatten, omdat, bijvoorbeeld, de snelheid waarmee verschillende aminozuren chemisch reageren, verschillend is. Volgens hen zou een aminozuurketen die door eenvoudige chemie gevormd werd, niet willekeurig zijn, maar rijk aan snel reagerende aminozuren. Deze niet-willekeurige eigenschap zou dan het begin van informatie kunnen zijn geweest, waarschijnlijk door de wet van onbedoelde gevolgen. Maar die stelling houdt geen stand. Paul Davies ziet de denkfout en zegt, wat hem tot eerst trekt, het volgende. Citaat: Als we aanvaarden dat het genoom, dat is het totaal aan genen, willekeurig is en rijk aan informatie, dan is een beroep doen op niet-willekeurige chemie om leven te creëren een duidelijke tegenstrijdigheid. De hele bedoeling van de genetische code is nu juist, bijvoorbeeld, om het leven te bevrijden van de boeien van niet-willekeurige chemische verbindingen. Een genoom kan zelf kiezen welke aminozuurvolgorde het wil, zonder zich bewust te zijn van de chemische voorkeuren van moleculen. Einde citaat. Het maken van een jellypot Hoewel eiwitten en nucleïnezuren onmisbaar zijn voor het leven, zijn ze geen leven. Leven... Heeft een organisme nodig om te kunnen bestaan? Onze eencellige jellypar. Aan het begin van het vorige hoofdstuk zagen we dat zelfs de eenvoudigste levensvorm die we kennen op een volledig functionerende fabriek lijkt. En zelfs met de aanwezigheid van DNA, of zelfs RNA, en eiwitten blijft de vraag hoe zo'n levensvorm toevallig kan ontstaan. Dr. Venters' ambitie. Is natuurlijk het bouwen van een levend organisme in het laboratorium. Zijn succesvolle poging om bacterieel DNA te kopiëren is slechts de eerste stap op een lange weg. Maar niemand weet beter dan dokter Venter zelf dat hij die reis nooit helemaal kan afmaken door een deegmixer te gebruiken. Als hij alle moleculaire bestanddelen van een bacteriële cel zorgvuldig in de juiste verhoudingen bij elkaar voegt en ze gaat mengen, weet hij. Dat ze zich niet spontaan tot een levend organisme zullen organiseren, omdat ze dat niet kunnen. Dat zou net zo onmogelijk zijn als een huis bouwen door alle bakstenen, planken, specie, beton, glas, leidingen, kabels en wat er allemaal nog meer gevonden kan worden in een gemiddeld huis, bij elkaar op een hoop te gooien. En dat geldt zelfs voor het meest eenvoudige systeem in. de cel. En dan laten we de hele cel nog buiten beschouwing. De meest eenvoudige manier om die vanzelfsprekende waarheid te verwoorden, is door te zeggen dat voor het creëren van een levende cel of een huis ingrediënten en organisatie nodig zijn. De materialist zal het daar niet snel mee oneens zijn, maar hij zal er wel op staan dat de ingrediënten het vermogen hebben zichzelf te organiseren. De godhypothese daarentegen zegt dat het organiseren principe tot goddelijke intelligentie is terug te voeren. Wie heeft er nu gelijk? Laten we een voorbeeld nemen van organisatie in een eenvoudige levende cel, namelijk de moleculaire machines die ribosomen heten, welke nieuwe eiwitmoleculen maken wanneer de cel die nodig heeft. Waaruit bestaan die machines en hoe werken ze? Als er een mRNA-molecuul arriveert dat instructies voor een nieuw eiwitmolecuul bij zich heeft, wordt het vastgegrepen door een ribosoom dat bestaat uit twee subeenheden, waarvan de ene klein en de andere groot is. Die subeenheden bevinden zich aan beide zijden van de mRNA-keten en omklemmen deze als een gebalde vuist. Het ribosoom. Rent dan als het lipje van een rits langs het mRNA-schablon, waarbij het eerst de gewenste aminozuren één voor één oproept en toevoegt. Tegelijkertijd wordt een groeiende eiwitketen in het ribosoom afgerist en in de juiste vorm gevouwen, vaak met de hulp van chaperonerende, dat is begeleidende, eiwitten. In bacteriën bestaat de grote subeenheid uit twee verschillende moleculen ribosomaal RNA en 34 verschillende eiwitten. De kleine subeenheid bestaat uit één molecuul ribosomaal RNA en 21 verschillende eiwitten. Andere soorten cellen hebben een ander aantal eiwitten. Het ribosoom is echt een machine en het spreekt voor zich dat elk onderdeel noodzakelijk is voor een juiste werking. De evolutiebiologie beweert natuurlijk dat het systeem waarmee de cel eiwitten maakt, door natuurlijke selectie geëvolueerd is vanuit een eenvoudiger ordening. Zoals we al eerder zeiden, is een van de populaire speculatieve ideeën die van een RNA-wereld, waarin het leven in het begin op RNA gebaseerd was, in plaats van op DNA en eiwitten, zoals vandaag de dag. Het voornaamste bewijs voor dat idee is dat het hulpmiddel, dat de eiwitsynthese in ribosomen katalyseert RNA is in plaats van eiwitten dat is enzymen. Maar zoals ik al eerder benadrukte, kan natuurlijke selectie alleen werkzaam zijn als er al een werkend systeem aanwezig is. De vraag is hier niet hoe het ribosoom zijn toeters en bellen als het die al heeft gekregen heeft, maar hoe de eerste eiwitproducerende machine is ontstaan? Als we ons tot de meest noodzakelijke dingen beperken, moet dat eerste ribosoom de volgende minimale functies vervullen. 1. Het moet in staat zijn een mRNA-molecuul of een ander molecuul dat als schabloon wordt gebruikt te herkennen wanneer het ermee in aanraking komt. 2. Het moet dat molecuul niet alleen vasthouden, maar ook het kunstje leren. De bekwaamheid ontwikkelen om er langs te rijden als een treintje op een spoor. 3. Terwijl het dat doet, moet het elk codon, dat is bazentriplet, op het mRNA herkennen. 4. Vervolgens moet het ribosoom het juiste tRNA-molecuul oproepen om het juiste aminozuur te leveren dat bij het codon past dat het net heeft herkend. 5. Het moet het aminozuur op de juiste plek brengen en het binden aan de groeiende eiwitketen. 6. Ten slotte moet het ribosoom de eiwitketen loslaten en wellicht de keten helpen zich in de juiste vorm op te vouwen. 7. Het moet spontaan en toevallig ontstaan, want totdat het zijn werk begint te doen, krijgt het geen hulp van natuurlijke selectie. Dat is wel heel veel gevraagd van een hoopje verbijsterde moleculen. Voor zover ik kan zien, komt de zelforganisatie niet van de grond. En dat is niet alleen van toepassing op structuren in de cel, maar ook op de verbazingwekkende coördinatie die tussen alle intracellulaire structuren moet gebeuren, als de cel efficiënt moet werken, en zelfs überhaupt moet werken. Net zoals informatie. De naam van het moleculaire spelletje is. is organisatie de naam van het cellulaire spelletje. Zelforganisatie. Toch heeft de materialist geen alternatief. Hij kan de oorsprong van de jellypot alleen maar toeschrijven aan een soort zelforganisatie. maar er is wetenschappelijk gezien nog maar weinig vooruitgang geboekt op dit punt. We moeten voorzichtig zijn met de term zelforganisatie omdat hij gebruikt wordt voor de beschrijving van veel andere dingen. Zo kan de term bijvoorbeeld toegepast worden op het verbazingwekkend gecoördineerde gedrag dat we vaak zien bij scholen vissen of zwermen vogels, die als één geheel draaien en zwinken, alsof ze geleid worden door een onzichtbare choreograaf. Er is natuurlijk geen onzichtbare hand. Dat gedrag is het gevolg van het buitengewone vermogen van de individuele vis of vogel. Om een precieze afstand te bewaren van zijn meest nabije buren en onmiddellijk op veranderingen te reageren. Een menselijke Mexicaanse wave bij een sportwedstrijd is een ruwe vergelijking. Daarbij reageren individuele toeschouwers op de acties van degenen die naast hen zitten. Kunnen moleculen dus een Mexicaanse wave doen? Kunnen de ogenschijnlijk wonderlijke dingen die moleculen tot stand brengen in een levende cel? Toegeschreven worden aan hun vermogen om harmonieus samen te werken met naburige moleculen? Nee, want de vergelijking klopt niet. De jellypot heeft geen tijdelijke, kortstondige moleculaire handelingen nodig, maar permanente moleculaire structuren. We hebben het hier over het ontstaan van machines, niet over een choreografische dans. Nog een voorbeeld van zelforganisatie in de natuur is kristallisatie, waarbij we georganiseerde structuren zien. De meeste vaste stoffen zijn kristallijn, hoewel de individuele kristallen waaruit ze bestaan vaak te klein zijn om met het blote oog te kunnen zien. Zowel vaste als vloeibare kristallen vertonen een hoge graad van orde, waarbij elk, nou ja, bijna elk, atoom of molecuul. ...een eigen plaats heeft in een prachtig symmetrisch geheel. En wie maakt die kristallen? Ze maken zichzelf. Als een gesmolten substantie afkoelt... ...of als een oplossing verdampt... ...komt er een punt waarop de atomen of moleculen... ...die zich tot dan toe vrij bewogen... ...zichzelf beginnen te ordenen tot kristallijne reeksen. Als ze eenmaal in dat kristallenraamwerk zijn opgesloten... ...kunnen ze niet langer vrij rondvliegen, maar moeten ze als het ware in het gelid gaan staan als soldaten op een paradeplaats. Dat is een hoge graad van zelforganisatie. Waarom kunnen moleculen in een cel zichzelf dan niet organiseren tot gelijksoortige structuren met een hoge ordening, een lage entropie? Nou, soms doen ze dat. Sommige levende cellen scheiden kristallijn botmineraal af. Andere bevatten kleine kristallen, waaronder magnetiet, dat, omdat het een magnetische stof is, trekvogels en vissen helpt navigeren met behulp van het magnetisch veld van de aarde. Ketens van magnetietkristallen zijn aanwezig in bepaalde bacteriën, waar hun formatie met enige precisie gestuurd wordt door de moleculaire machinerie van de levende cel. Maar dit laatste punt. Laat ook het verschil zien tussen de zelforganisatie van een kristal en de soort organisatie die de biomoleculen in levende cellen laten zien. Het zijn heel verschillende soorten organisatie. Kristallisatie wordt uitsluitend door thermodynamica aangedreven en wordt ten volle verstaan als de neiging van alle natuurkundige systemen om hun hoeveelheid vrije energie te minimaliseren. Levende cellen moeten natuurlijk ook gehoorzamen aan de thermodynamica, maar wat er gebeurt wanneer moleculen samenkomen om moleculaire machines te creëren, is iets heel anders dan kristallisatie. Om te beginnen is er bij zulke machines sprake van speciale combinaties van verschillende moleculen. De hoeveelheid vrije energie in een systeem neemt niet af door het mengen van verschillende polymeren. Integendeel. Het neemt er zelfs door toe. Dit betekent dus dat het samenstellen van moleculaire machines niet spontaan kan gebeuren. Anders zou het in een deegmixer ook wel kunnen. Een moleculaire machine bouwen is als water naar de top van een heuvel laten stromen. Dat kan nooit vanzelf gaan, maar wel met behulp van een pomp. Machines zoals ribosomen kunnen wel gebouwd worden, maar alleen met behulp van Enzympompen tussen aanhalingstekens, die de thermodynamische neigingen tegenwerken. Dat vereist een hogere laag van organisatie die zelf georganiseerd moet zijn. Het is nu geen schildparentoren die naar beneden gebouwd wordt, maar organisatie naar boven. Maar er is nog een diepere reden waarom kristallisatie en andere zelforganiserende verschijnselen het ontstaan van een jellypot en zijn samengestelde moleculaire machinerie niet kunnen verklaren. U hebt misschien wel eens gehoord van de uitdrukking. de verkeerde soort sneeuw. In de Engelse taal is dat een synoniem voor flauwe excuses. De uitspraak werd een soort gezegde. in februari 1991. toen de Britse spoorwegen poedersneeuw de schuld gaf. voor de veelvuldige pech met de motoren. van hun diesel-elektrische locomotieven. Zelforganisatie is hier ook geen goede verklaring, omdat het de verkeerde soort organisatie is, namelijk de soort die verstoken is van informatie. Paul Davies zegt het zo: citaat. Chemische reacties beginnen gemakkelijk en thermodynamisch gezien genieten ze de voorkeur. Leven daarentegen produceert of levert de nodige katalysatoren. Die tegen de thermodynamische helling ingaan. Leven onttrekt zich aan de beperkingen van de chemie door een controlekanaal voor informatie te gebruiken. Het geheim van het leven zit hem niet in de chemische basis van het leven, maar in de logische en informationele regels die het gebruikt. Einde citaat. Dat brengt ons natuurlijk terug naar het vorige hoofdstuk. Om bij de analogie van de spoorwegen te blijven, elke moleculaire zelforganisatie die de behoefte aan informatie en algoritmen, instructies, terzijde schuift, zal zelfs als dat zou kunnen, een zijspoor zijn dat nergens heen leidt. Het zou niet tot leven kunnen leiden, omdat het enige leven dat we kennen gebaseerd is op informatie. De ultieme organisator. De God van de Bijbel is de ultieme organisator. Misschien hebt u wel eens een science fiction film gezien over terraforming op een verafgelegen en onherbergzame planeet door enorme machines, waardoor die planeet veranderde in een op de aarde gelijkend toevluchtsoord dat geschikt is voor leven. Maar nog lang voor Isaac Asimov en Arthur C. Clarke op die gedachte kwamen beschreef de Bijbel de terraforming van de aarde zelf, door te vertellen hoe God een donkere, met water bedekte planeet, die woest en ledig was, transformeerde tot de wereld die we nu kennen. Hij schiep achterin volgens het licht, de dag en de nacht, de hemel, de geografie, dat is land en zee, en een overvloed aan leven, een echt aards paradijs. Bovendien, Schiep hij het leven niet klakkeloos, maar in een hiërarchie van zich voortplantende, verbreidende soorten? Misschien was Linnaeus toch niet de uitvinder van de klassificatie. De meest gebruikte Griekse term voor wereld in het Nieuwe Testament is kosmos, wat als basisbetekenis orde of opstelling heeft, dus iets wat zowel georganiseerd als mooi is. U zult het woord organiseren niet in uw Bijbel vinden. Maar wat u wel zult vinden, is de herhaalde verzekering dat God zowel het stoffelijke universum als de wijsheid die het onderhoudt bereid heeft. Zie bijvoorbeeld Psalm 8. Citaat: Hij maakt de aarde door zijn kracht. Hij bereidt de wereld toe door zijn wijsheid en breidt de hemel uit door zijn verstand. Einde citaat. Daardoor, zegt de Bijbel, werkt hij in alles naar de raad van zijn wil en doet hij naar zijn wil met het Heer des Hemels en de bewoners der aarde. Einde citaat. En met het Heer des Hemels wordt soms de Engelen bedoeld, maar soms ook het geheel van de lichtdragers aan het firmament. Toch overdrijven we niet als we zeggen dat Gods verbonden het bindweefsel vormen, die de Bijbelse geschriften van Genesis tot Openbaring met elkaar verenigen. Of wat eenvoudiger gezegd: de Bijbel openbaart ons een verbondmakende en verbondhoudende God. Hij sluit verbonden met Adam, Noach, Abraham, Isaac, Jacob, Mozes en David waarvan laatst genoemd beschreef, toch heeft Hij mij een eeuwig verbond gegeven, geordend in alles en verzekerd. Bovenal heeft God Zijn nieuw verbond gesloten. Er zijn te veel verwijzingen om ze allemaal op te kunnen noemen, waarbij allerlei soorten mensen opnieuw met God verzoend worden op grond van de dood en opstanding van Christus. Het Griekse woord voor verbond betekent gewoon regeling. Of ordening, en toont aan dat de bijbelse Godheid de dingen gewoonlijk instelt, ordent en in eigen plaats geeft. Hij is de soevereine bestuurder van hemel en aarde, de opperste organisator van de kosmos en alles wat daarin gebeurt. Dat leert de Godhypothese ons. Ik weet dat de Bijbel niets zegt over microbiologische organisatie, maar hij toont ons wel het verstand en de wil van God als het organiserende principe dat de natuurlijke wereld van het begin af aan heeft geleid. Geen enkel aspect van het bestaan ligt buiten het bereik van dat principe. De godhypothese wekt dus de verwachting dat het leven op elk niveau een hoge mate van organisatie vertoont. Intelligent design Mijn critici zullen nu een zweepje intelligent design ID opvangen en mij van ketterij beschuldigen. Maar hebben ze gelijk? Ja en nee. Ik zeg inderdaad dat het leven op intelligente wijze ontworpen is, maar ik gebruik bewust geen hoofdletters aan het begin van de woorden. Het is ID met kleine letters, niet ID met grote letters. Hoe wil de voorstanders van ID met grote letters, waardevolle bijdragen hebben geleverd aan dit hele debat, zijn er een aantal problemen met ID, grote letters, als oorsprongtheorie. In de eerste plaats verwikkelt het de mensen in een zinloos debat over de vraag of intelligent design wel wetenschap is. Naar mijn idee is intelligent design een vrucht die voortkomt uit wetenschap, maar er geen deel van uitmaakt. Het staat hierin niet alleen. Er wordt veel gespeculeerd over de aard van de werkelijkheid, die, omdat zij door wetenschappers gepromoot wordt, ook als wetenschap beschouwd wordt, terwijl zij dat niet is. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het idee van een multiversum, dat vaak gebruikt wordt om de raadsels van de kwantummechanica op te lossen, of om het antropisch principe, het feit dat ons universum zo geschikt is voor intelligent leven, te verklaren. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs, of elk ander soort bewijs, als u UFO's afwijst, dat het idee van een multiversum ondersteunt. Het kan nooit meer zijn dan een conclusie die getrokken is uit wetenschappelijke gegevens. Het kan waar zijn of niet, maar dat zullen we nooit weten. De wetenschap bereikt haar grenzen als zij zich met filosofie gaat bezighouden. Zij zegt bijvoorbeeld dat de natuurwetten bestaan, wat die wetten zijn en wat ze doen, maar zij kan ons nooit vertellen waarom ze zijn zoals ze zijn. Daarvoor hebben we God, de schildpadden of het multiversum nodig. Kiest u er zelf maar één uit. Intelligent design als vrucht van de wetenschap is net zo legitiem als het multiversum. En in mijn ogen zelfs veel meer. U mag best bij uw definitie van wetenschap ook haar filosofische implicaties betrekken, maar als u dat doet, mag u niet selectief zijn. Dan moet u intelligent design erkennen naast het multiversum en elke andere theorie die bewezen nog weerlegd kan worden door wetenschappelijke gegevens. En anders moet u dat soort theorieën allemaal uitsluiten. Uit uw definitie van wetenschap. Een tweede probleem met intelligent design is dat het een filosofisch fundament mist, zoals het fundament van de godhypothese dat ik in dit boek probeer te leggen. Intelligent design kan dus verweten worden dat het een God-van-de-gaten mentaliteit aanneemt, omdat het zich blind staat op de onhandelbaarheid van complexe biologische systemen. Terwijl het de rest van het universum aan het naturalisme overlaat. Door deze beperkte blik is het kwetsbaar voor zulke aantijgingen en betekent het dat het net zo verenigbaar is met leven op Mars of kleine groene mannetjes als met een goddelijke schepping. Ik vind dat nogal onbevredigend. De godhypothese heeft niet te lijden onder die tegenwerpingen. Ze ziet overal intelligent design. Zonder hoofdletters, van bacteriën tot vliegdekschepen en geeft God de vrijheid om te werken door de wet, de voorzienigheid, wonderen en het verstand van de mens. Ze is bovendien geen afgeleide van de wetenschap, maar geeft de wetenschap juist haar fundament, de aan wetten gehoorzame aard van het universum. Zij doet dat echter zonder God gevangen te houden binnen de wetten. Die hij zelf heeft geschapen. Dat schenkt mij pas echt voldoening.